gemeente Hardenberg is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven en inwoners. Centraal gelegen tussen de regio's Twente, Drenthe, Groningen en Zwolle. Van deze ligging willen we nog beter gebruik maken door de bereikbaarheid te verbeteren. Wij hebben ambities om een rechtstreekse spoorverbinding te leggen tussen Groningen en Enschede. Hardenberg wordt dan een belangrijk knooppunt voor treinverkeer in Noordoost-Nederland. De eerste stap is het verbeteren van de huidige Vechtdallijnen. Ook op de weg moet de bereikbaarheid worden verbeterd. Daarbij is nieuwe technologie heel belangrijk en pakken we knooppunten aan voordat het knelpunten worden. We zetten ons extra in voor fietsverkeer tussen de kernen binnen de gemeente, maar ook op lange afstand. Bijvoorbeeld door de snelfietsroute tussen Zwolle en Hardenberg. Hardenberg en Dedemsvaart hebben veel voorzieningen, bedrijven en scholen. Omliggende kernen zijn daar voor een deel op aangewezen. Daarom is een goede fietsverbinding naar Hardenberg en Dedemsvaart extra belangrijk. We willen dat fietsende scholieren geen last hebben van landbouwverkeer. Een grote uitdaging, want er is veel landbouwverkeer in onze regio. In de kernen en het buitengebied reizen veel mensen vooral met hun auto. Hier willen we veranderingen brengen door fietsen en reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. We denken aan goed georganiseerde mobiliteitshubs. Met deelfietsen of zelfrijdende elektrische voertuigen worden mensen eenvoudig en snel van de hub naar hun plaats van bestemming gebracht. Ook willen we lokale initiatieven stimuleren, aanjagen en faciliteren om samen te komen tot nieuwe manieren van lokaal vervoer. Aan deze plannen en projecten wordt de komende jaren gewerkt. Dat doet de gemeente niet alleen. Samen met ondernemers, inwoners en onderwijs werken we aan een bereikbare regio. Ons motto is samenwerken aan een goede bereikbaarheid nu en in de toekomst.